Dit is Park Randebroek in Amersfoort. En hier ben ik opeens in de tuin van Paleis het Loo in Apeldoorn. Dat die tuinen of die parken zo verschillend zijn, komt doordat ze verschillende tuinstijlen vertegenwoordigen. De Engelse stijl en de Franse stijl. En wat ik nou zo lollig vind, is dat je eigenlijk dezelfde verschillen terugziet in de Engelse en Franse taal. Het zal ook eens niet. Het Engels is ook als taal behoorlijk grillig. De spelling is sowieso een rommeltje. Het heeft woorden geleend van heinde en verre uit heel veel talen. De grammatica is een bizarre, unieke hutspot. En het ziet er allemaal uit alsof het vrij spontaan zo ontstaan is. En tot op grote hoogte is dat ook zo. En er is in het Engels vrij veel ruimte voor verandering, voor vernieuwing. En dat komt dan weer doordat er niet één duidelijke baas van de taal is. Er is geen strenge tuinman, zeg maar. Het Frans daarentegen is heel strak georganiseerd, met hele strenge regels. En die regels die zijn vastgelegd, ontworpen in de 17e eeuw, op een behoorlijk kunstmatige manier. Ook de spelling is toen verzonnen, op basis van Latijn van 1500 jaar eerder. En trouwens, ook de Franse tuinen zijn geënt op de Romeinse tuin. En al die dingen is sindsdien maar weinig veranderd, want taalverandering is fout en wordt heftig bestreden door allerlei taalbazen. Met als symbolisch boegbeeld de bekende Académie Française. Die taalbazen zien er als strenge taalhoveniers op toe, dat er geen takje scheef groeit en dat er geen zaadje overwaait uit naburige talen, want dat zou wel eens onkruid kunnen zijn. En het allereerste onkruid komt tegenwoordig uit het Engels. Dus dat moet sowieso uitgeroeid worden. Het grappige is dat de regels voor de Franse tuin en de Franse taal allemaal teruggaan op twee boeken van halverwege de 17e eeuw, toen ook de Académie Française opgericht is. Het was ook de tijd van René Descartes, de man van ik denk, dus ik ben. En het grappige is dat hier twee boeken, die zeggen eigenlijk ik tuinier, dus ik denk. En dat andere, ik spreek Frans, dus even denken hoor. Het is ergens best wel tragisch. Er zijn heel veel Franstaligen die denken en ook zeggen dat ze het Frans niet goed beheersen. Hun moedertaal, dat ze daarin te veel fouten zouden maken. En wat bedoelen ze dan? Dan bedoelen ze dat ze die 17e eeuwse regels, de avoir-regel en de vervoegingen van de passé simple en die moeilijke Latijnse spelling, dat ze die niet goed in de vingers hebben. Ja, vind je het gek? Dat was notabene het doel van de Académie Française. Zorgen dat de taal te moeilijk zou zijn voor de gewone mensen. Wel een beetje David Attenborough zo.